Financial Times heeft gezegd dat deze regio, de regio Eindhoven, by far, dus echt met een leidende positie, op nummer 1 staat als de meest perspectiefvolle stad in heel Europa. En als je daarnaar kijkt, dan is het wel heel erg goed als wij grensoverschrijdend aan de gang gaan. Het is het tweede dichtstbevolkte gebied van Nederland. Het is het tweede economische gebied van Nederland. Dus er zit heel veel economische activiteit. We hebben hier die hele keten in huis. Dus we hebben uitvinders, die hele voorop lopende doorbraaktechnologieën ontwikkelen. Maar we hebben ook de mensen die kunnen ontwerpen, kunnen ontwikkelen, kunnen engineeren. En we hebben mensen die het kunnen maken. Het samenwerkingsverband tussen de overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen is hier heel hecht. Ik denk dat wij uitstekend kunnen concurreren met het buitenland en met name Azië op het moment dat we gaan samenwerken. Want er is hier echt goud te verdienen, maar dat moeten we wel met elkaar organiseren. Brainport Eindhoven is een heel kloppend hart met een veel grotere regio. En we hebben elkaar dus snoeihard nodig om op wereldschaal echt de kansen te grijpen die er zijn.